Tom Bardoel is de nieuwe brandweercommandant van Ravenstein. Dat er meer bij komt kijken dan wat brandjes blussen, horen we in het volgende gesprek. Tom Bardoel, vandaag aan de keukentafel. Tom, voor degenen die jou niet kennen, kun jij je voorstellen? Zeker. Ik ben Tom Bardoel, 38 jaar, woon al bijna mijn hele leven in Deurzen. We hebben een vriendin, Anne, en we hebben samen een dochter, Bo. Ja, dat is het al, denk ik. Nou, wat doe je voor werk? Ik heb twee baantjes. Eén baan werk ik bij de overheid. Op het gebied van fysieke weerbaarheid van zorgorganisaties. Dat is een nieuwe wetgeving die eraan komt. En ik ben ook in dienst van de veiligheidsregio als postcommandant van Brandweerpost. Zeg maar onze Brandweerpost, Ravenstein. Ja, want Ravenstein, dat was ook eigenlijk een van mijn vragen. Ravenstein is een vrijwillige brandweer. Ja, klopt. Dus de commandant, wat jij dus sinds een jaar denk ik bent ongeveer. Ja, hè? Ja ongeveer iets langer, ja. Ja, is dus gewoon een baan. Dus dat is geen vrijwilligerswerk wat jij doet. Nee. Ik ben in dienst van de veiligheidsregio Brabant-Noord. Voor 8 uur in de week. Dat is afhankelijk van de grootte van de post. Staat daar een x-aantal uren per week voor om dat netjes te regelen. Nou, onze post is een relatief kleine post. Zeg maar een doorsnee post van 20 personen. En daar staat dan 8 uur voor. Dus ik ben 8 uur in de week in dienst van de veiligheidsregio. Dan maken jullie van alles mee natuurlijk als brandweer. Ja. Hoe verwerk jij dat zelf? Nou, we hebben sowieso een vrij, vrij divers en interessant wel uitdruk gebied. Want we hebben water, we hebben de Maas, we hebben spoor. Behoorlijk wat kilometers. We hebben heel veel kilometers snelweg. Ja. Waar dus, ook regelmatig incidenten zijn. Ja, dus we hebben een, daar gebeurt gelukkig niet zo heel veel, maar we hebben dat heet dan een BSZO-bedrijf. De GasUnie is een bedrijf met aanzienlijke risico's. Dus we hebben een vrij divers en interessant uitdrukgebied. En ja, veel van onze tijd gaat dus ook zitten in het bestrijden van incidenten anders dan brand. Is dat voor jou als brandweercommandant, heb je daar ook een taak in om te letten op je personeel? Gaat het goed met ze of met je mensen die met jou mee uitrukken? Of ik neem aan, soms ben jij er ook niet bij natuurlijk. Absoluut, zeker. Ja, kijk, platgeslagen heeft mijn functie maar één doel. Dat is namelijk zorgen dat we altijd kunnen uitrukken. En dat betekent ook dat je zuinig moet zijn op je mensen. Dus hoe zorg je nou dat je fysiek en mentaal goed in je vel zit? Ja, je wordt als brandweerman sowieso gekeurd. Afhankelijk van de leeftijd varieert die interval, zal ik maar zeggen. Maar elk jaar doorlopen we die keuringsbaan sowieso. Dus je moet, afhankelijk van je leeftijd moet je dus echt formeel gekeurd worden, zal ik maar zeggen. Echt met een keuringsarts. Maar elk jaar doorlopen we ook een baan, een keuringsbaan, zal ik maar zeggen. En daar hebben ze een beetje geprobeerd onze werkzaamheden na te bootsen. Dus overhekjes, onderdingen door, traploop. Met bepakking pak. En ademlucht. Ja. En ademlucht. Deuren openbreken. Plafondpaten eruit stoten. Dus die baan die is representatief voor de werkzaamheden die wij doen, zal ik maar zeggen. En dat doen we jaarlijks. Ik kan me ook voorstellen dat het belangrijk is. Je moet er van elkaar op aankunnen dat je dat je daarin ook je eigen verantwoordelijkheid neemt. Als het niet lukt, dat je dan ook moet stoppen bijvoorbeeld. Ja, zeker. Dus je treedt altijd als team op. Ja, als je het over een woningbrand hebt, ga je met z'n tweeën naar binnen. Maar ook als je een ongeval hebt, je werkt altijd als team. En het is gewoon zo dat als één van de twee zegt, ik zie het nou niet meer zitten of hier zie ik te veel risico's. Dan stop je gewoon en dan moet je het heroverwegen, je inzet heroverwegen. Maar in ieder geval daar stoppen, terug uit en goed nadenken over hoe nu verder. Hè? Ja. Is er een andere route naar binnen? Moeten we misschien meer water meenemen naar binnen om die brand toch beter te kunnen bestrijden? Ja, hè? Als een van de twee zegt, dit zie ik niet zitten, hier zie ik te veel risico's, dan stop je. We'll be right back.
Wat vind jij nou mooi aan deze baan? Nou, ik vind het mooiste dat het een hele diverse club is. En dat je met elkaar, ja, we lossen eigenlijk elk probleem lossen we op. En dat doe je met elkaar, zoals ik net al zei. Ja, we hebben hoveniers, die zijn supergoed in stormschade oplossen. We hebben automonteurs, die zijn heel goed in het doorzien van een ongeval. En hoe knip ik die auto nou zo open? Of druk ik die zodanig terug in zijn originele vorm, dat die slachtoffer snel en veilig uit kan? Heb je nog mensen nodig? Nou, dat is goed dat je dat vraagt. Dit jaar stoppen er 4 collega's. 2 vanwege leeftijd. 1 vanwege gezondheidsproblemen. En eentje die verhuist. Heeft een ander vriendinnetje verhuisd. Dus die stopt ook. We hebben recent dus 3 nieuwe collega's geworven. In die zin, die zijn dan aangenomen. Die gaan de opleiding doorlopen. En als dat allemaal goed gaat, dan worden ze echt officieel aangenomen. Dus we zijn op sterkte. We zijn een post van 18 personen, zeg maar. En daar mogen we wat boven zitten gezien de leeftijd. En we zijn nou dadelijk weer met 20. Dus we zijn op sterkte. Maar goed, nou, het is bij de vrijwillige brandweer wel zo dat als er iemand mij belt of aan de poort staat en zegt, ja, ik heb heel veel interesse en het past goed. Ja, dan zal ik de laatste zijn die zegt, dat doen we niet. Want ook gezien het feit dat we de leeftijd opbouw van de post maar gewoon dat we in de komende jaren wat mensen gezien nodig de leeftijd hebben. Precies, ja. Stoppen en dus daar nieuwe collega's voor nodig hebben. Tom, wat vind je nou in je eigen leven heel belangrijk? Ja, afspraken nakomen wel, vind ik wel belangrijk. En verder ook, ja, gewoon lekker luchtig door het leven gaan, zou ik maar zeggen. Niet te moeilijk en niet te moeilijk, lekker luchtig en leven en laten leven. Ja, precies. Zijn dat ook de dingen die je aan je dochter mee zou willen geven? Ja, zeker. Zeker leven en laten leven, zeker. Is er iets wat ik nog niet heb gevraagd wat je nog zou willen vertellen? Dat is een goede vraag. Oh ja, misschien, want ik had het net over de grootte van onze post. Hè. We zijn een post voor 18. Dat is misschien nog wel even goed om te verhelderen. We zijn een post voor 18. En wij, met de nieuwe collega's die we aan hebben genomen, zitten we op 20. Het werkt namelijk zo. Wij rukken met een brandweerwagen uit met 16 personen. Of sorry, 16. Met 6 personen erin. Ja. En we hebben dus met 18 man 3 keer de wagenbezetting om die uitruk te kunnen voltooien. Dus zoals ik net al zei, het is eigenlijk part-time brandweerman. Dus ja, ik ben ook wel eens een boodschap doen bij de gamma of even van huis of ik heb een barbecue of zo. Dus nou, de hele club van 18 wordt opgepiept om een wagen te vullen van 6. Hè, dus op die manier zorgen we ervoor dat we eigenlijk, en dat lukt ons gelukkig goed, om die wagen op straat te krijgen. Want vooral overdag, met toch wel wat minder middenstand hier in Ravenstein, is dat de grootste zorg. Bij veel vrijwillige posten is de grootste zorg de dagbezetting. Hè. 'S avonds en in het weekend zijn mensen wel thuis. Maar mensen nieuwe postleden aannemen en kunnen vinden die overdag beschikbaar zijn. Dus bijvoorbeeld omdat ze in ploegendienst werken. Of dicht rond Ravenstein werken en van de baas weg mogen. Dat is best wel een uitdaging. En dat is ook de grootste uitdaging voor alle vrijwillige posten eigenlijk. Collega's zien te vinden die overdag inzetbaar zijn. Of in ieder geval weg mogen van een baas of een ploegendienst werken. Dat is in ieder geval enkele dagen in de week overdag inzetbaar zijn. Want dat is echt daar. Als de schoen ergens wringt, dan is het daar de dagbezetting overeind te houden. Dus eigenlijk roep je mensen op? Ja, zeker wel een beetje. Die zouden kunnen en die bij de brandweer zouden willen. Zeker. Om zich te melden bij jou. Zeker, ja, precies. In ploegendienst werken of overdag rond Ravenstein werken en van een baas weg mogen. En die cirkel is heel klein. Kijk, dat is ook, als wij na 6 minuten niet zijn uitgerukt, dan rukt de volgende post uit. Dus er wordt niet langer gewacht dan 6 minuten. Dus die cirkel rond Ravenstein waar je dan, ik kom met Deurzen, nou dan moet ik al een beetje doorwerken om binnen 6 minuten omgekleed uit te kunnen rukken. Precies, ja, in de auto te zitten. Ja. Hè? Dus die cirkel rond de kazerne waar je mensen in kunt werven, die is echt heel beperkt. En dat is, samen met die dagbezetting maakt dat echt een uitdaging is. Dus zeker als er mensen zijn, ik zei net, we zijn redelijk op sterkte, maar als er mensen zijn die echt goed passen in de post en ook qua werkomstandigheden, wat echt mooi past, zal ik maar zeggen,
Dan ben ik de laatste die zegt dat gaat het niet worden. Dan passen we daar wel een mouw aan. Ja, ja. Dus die zouden zich worden eigenlijk opgeroepen om zich te melden. Absoluut, zeker. Ja. Nou ja, zeker. Je hebt al wat uitgelegd over je werk, over wie jij bent. Ja. Nou, hartstikke bedankt Tom voor dit gesprek. Graag. En heel veel succes met al je bezigheden. Dankjewel. Merci.